het was een rollercoaster, moet ik zeggen. Het was echt een, maar heel fijn om publiek te hebben. Het is echt 1,5 jaar geleden dat ik voor publiek heb gespeeld. Dus het was helemaal, ik had ook in het begin toen ik de mensen hoorde en hoorde lachen, ik had meteen weer tranen in mijn ogen. Ik heb nogal veel make-up op, dus dat vonden de mensen van de cabaret niet zo fijn. Dus deppen de hele tijd. Maar ja, het was fijn. Ik heb genoten. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, dat kwam nu wel iets bij. Want we weten natuurlijk allemaal dat de shows ook opeens stil komen te liggen door een positieve test en zo. En ik zei vanavond, we hebben in ieder geval vanavond gehaald. En dat is natuurlijk wel een extra ding wat erbij komt. Maar het ging heel goed. Ik ben er heel tevreden over. En staat natuurlijk, althans als ik dat mag zeggen, een brok talent op dat toneel. En wat ik leuk vind, mensen uit heel verschillende disciplines. Het is niet puur musical, waar niks mis mee is. Met echt uit allerlei branches en ook met een fantastisch swingende toch rockband. Je ziet toch het publiek, ook al moet het op de 1,5 meter hier vanavond, hoe het toch wel fantastisch uit zijn dak ging. Ja, jij mag het zeggen. Ja, ja. Je wil nu gewoon bestaan nog tot, 31 juli nog in de ITA in Amsterdam. Je wil dat gewoon halen, snap je? En dan is daarna pas weer de tour, vanaf eind september. Maar je wil gewoon, ja, we moeten die première en dat ding. Dus we houden iedereen op afstand. Ja. Altijd spannend hoe het publiek reageert. En dan merk je ook dat ze verbaasd zijn over reacties. Dat is een soort dubbel. Maar het is altijd wel heel lekker, zo'n allereerste try-out. Want dan zie je dat er bij die mensen een soort elektriciteit vrijkomt. En dat heb je gewoon nodig na zo'n tijd repeteren onder toch ingewikkelde omstandigheden. Want laten we wel wezen, het is natuurlijk gewoon best wel complex. Maar goed, we hebben het gedaan. We hadden ook kunnen kiezen om te wachten tot september. Maar we zijn natuurlijk gevraagd door het Internationaal Theater Amsterdam om daar in de Schouwburg te staan. Ook in het teken van de Amsterdam Pride. En toen dacht ik, ja, we gaan het gewoon wel doen, we gaan het gewoon maken. Ook voor het gevoel, voor iedereen, voor de mensen. Ik ga aan het werk, we willen gewoon weer theater in. Ja, en nu staan we hier met een fucking lekkere show. Ja, en dat is ook heel spannend. Het is gewoon allemaal, ik had ook toen ik hier auditie voor deed, helemaal niet het idee dat ik dit zou worden. En opeens werd ik het. En toen dacht ik, oké, nou dan gaan we er maar voor. Ja, heel leuk. Ja, heel fijn om te doen. Het is wel een bewuste keuze. Er zijn een aantal nummers in de Rocky Horror Show. Dat zijn gewoon een soort evergreens hits. Die zijn niet belangrijk om het verhaal te volgen. Hè? Ik bedoel, de Time Warp hoef je niet te vertalen. Dat gaat meer om de muziek en om de swing. En bovendien, in sommige nummers, dan blijft die sfeer in het Engels toch heel lekker. Omdat we deze show ook kennen. En Sven is natuurlijk tweetalig, Duits-Nederlands, maar treedt ook in heel Europa op. En wij hebben elkaar leren kennen in Cabaret. Onze versie van Cabaret speelde hij de MC. En dat was in 2009. Toen heb ik het al met hem gehad over deze show. Omdat dit gewoon een rol is voor hem, denk ik. Ja. Nou, ik denk dat er nog veel kan gebeuren. Er is nog veel te doen. Maar we zijn al een heel end. En dat is heel fijn. Maar daar zijn de try-outs ook voor, dat we even kunnen voelen van, we hebben natuurlijk zo lang zonder publiek het gedaan. Dus waar liggen de grappen? Waar wordt omgelachen? Waar wordt niet omgelachen? Kan je sommige dingen misschien beter net anders plaatsen? Ik zakte ook enorm door mijn rolstoel. Dat was ook niet de bedoeling. Dus het ging helemaal. Dus ik zat me de hele tijd te balanceren, wat ook niet helpt. Maar ik denk dat de basis is heel goed. En daar gaan we gewoon op verder. Ik denk dat het dubbel werkt, omdat we dan hier hebben dan de try-outs gehad. Dus wij weten ook meer wat de mensen willen en wat de mensen voelen en wat ze gaan doen. Waardoor we daar ook op kunnen inspelen. En als ze dan allemaal bij elkaar en naast elkaar zitten, dan gaan we helemaal los. Denk ik.